Beste kijkers, als voorzitter van het Vlaams parlement wens ik aan al wie hier in Vlaanderen woont het allerbeste voor het einde van het jaar 2018 en meteen ook voor heel 2019. Ik spreek deze wens vooral uit voor wie het moeilijk heeft in onze maatschappij. Voor zieken, minder valide, mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Traditioneel tonen we ons hart voor hen met acties zoals de warmste week. Laat ons van 2019 het warmste jaar maken. Dat hoeft niet te gebeuren door grote sommen geld te verzamelen. Kleine individuele gebaren en acties in de eigen buurt hebben vaak een even groot effect. Daarom wens ik elke burger in Vlaanderen goede buren, vrienden en familieleden toe. En vooral een goede gezondheid in 2019.